Nee, ik weet niet hoe de Polonaise gedaan wordt. Nou, dat is een heel simpele dans. Dan leg je handen op mijn schouders. En dan loop je met een rondje, zo. En wat zing je dan meestal? Ja, dan zing je gewoon een liedje mee dat erop is. Maar er is nou geen muziek op, dus ik ga mezelf niet voor lul zetten. Wat is Thunderdome? Een pillenfeestje. Als ik aan mijn oma zou moeten uitleggen wat Thunderdome is, dan zou ik zeggen, het is een muzikale hartaanval. Ik denk dat heel veel mensen niet weten hoe groot die wereld is nog, want Thunderdome, volgens mij 50.000 mensen, volgens mij is het binnen een uur uitverkocht. Nou, Thunderdome is gewoon een hardcore feest, maar niet zo geweldig als al die anderen, nee. Ik denk dat het gewoon hardcore feestjes zijn, toch? Of niet? Het is toch gewoon een heel groot hardcore feest en hardstyle. Thunderdome, en... Thunderdome kan je niet uitleggen, het is een gevoel. Nee, ik ben nooit op een hardcore feest geweest. Ja, ik vind het mooi. Ik kom altijd op hardcore feesten drugs verkopen. Dus ik vond het helemaal geweldig. Al die mensen daar. Ik ben nog nooit geweest daar. En ik denk ook niet dat je mij ooit daar zal zien. Ik ben nooit op echt Thunderdome feesten geweest. Maar wel op festivals waar dan van dat soort achtige tenten waren. Ik ben vroeger geen gabber geweest of zo. Maar ik heb wel altijd de cultuur gerespecteerd of zo. Mij kan je wel daar vinden, maar niet voor lang hoor. Geen... 10 uurtjes daar blijven of 4 vanaf begin tot eind, maar... Ik ben nog niet verder gekomen dat mega piraten verstijnen, dus... Nee, nou ja, dat is iets... Ja, weet je, dat is ook prima. Ja, hè? Moet je al 10 bier extra hebben. Ik maakte vroeger schoon in de schoonmaak dan, in de hemkade. Maar ik vond het geweldig altijd, want die mensen laten van alles vallen. Dus als we stel drinken met de bar, weet je, maar ze laten van alles vallen. Dus je kan het schoonmaken, je gaat een beetje bezig onder de bar. Je wil niet weten wat je vindt. Pillen, koken, kettingen, stapeltjes geld, briefjes, muntjes, noem maar op. Dat was altijd jackpot. Ja, maar die gast heeft een gouden Lamborghini. Joel Beukers hier. Schappen goud. Is die linker niet Donnie Wolfing? Joel Beukers. Joel Beukers. Ik zie hier de andere Donnie. En ik zie daar echt een buffeltje. Schoppie! Dit is een lekker spulletje, hoor. Zo raar. Is dit een challenge of zo? Ik heb het gevoel dat ze de volgorde niet helemaal begrepen hebben. Wow! Scoopie erbij! Het is een beetje alsof ze ook een soort van drugs gebruiken of zo. Toch of niet? Zo doen ze een beetje. Zo van... Fitboy drugs. Lijkt het net alsof ze een hap drugs nemen of zo. Ja, maar het is bijna, je ziet bijna 3 gasten die aan de Crystal Meth zitten, zeg maar. Je denkt van, doe eens even rustig, man. Je neemt, wat is dat? Beetje eiwit? Voor mijn show in Paradiso, bij Joel Beukers er ook. Ja. En toen gaf hij mij een scoopie. Ja. En hij zegt, ja, je moet het een kwartier voor tijd moet ik het innemen. En ik denk, weet je wat, ik krijg lekker de pleuris van ik innemen. 2, weet je. Ik ben een grote gast, bijna 90 kilo. Ja. Bam, bam, 2 scoopen. Na grap, ik vloog over de podium en weer. 14 Red Bulletjes gewoon, man. Ik kon ook niet meer slapen daarna, man. Ja, volgens mij is monogamie wel onnatuurlijk. Nou, ik geloof niet dat het natuurlijk is. Ja, ik geloof wel dat het niet helemaal gezond is af en toe. Nee. Dat zeggen heel veel mensen, hè, dat monogamie zeg maar niet een natuurlijk ding is. Ik denk dat er een kern van waarheid in zit dat monogamie heeft ook een vorm... Dat is ook ergens onnatuurlijk. Ja. Vind ik echt bullshit als ik naar mijn ouders kijk bijvoorbeeld. Die zijn nu volgens mij bijna 30 jaar getrouwd. Ik hoor dan zeker dat bij mannen hebben een soort van jagersinstinct in zich. En die willen natuurlijk altijd achter de vrouwtjes aan. En ja, dat zit er natuurlijk toch in. Kijk, it takes two the tango, weet je. Zeg maar, van... maar het is wel zo, kijk, als jij ongelukkig bent... Ja. Dat je misschien wel eerder gewoon even gaat sniperen, weet je. Ja, zeker. Nou ja, een van onze pijlers is je voortplanten. Alleen, ik geloof dat het instinct er wel ergens zit. Alleen, de vraag is, wat doe je ermee? Geef je eraan toe of niet? Maar geloof jij niet in ware liefde? Nee, ik geloof niet dat er één persoon is waarmee je hele leven moet zijn. Ja, maar de fantasie is mooi, maar ik weet niet of het echt bestaat. Stel je voor dat jij en Rolf ooit uit elkaar gaan, dan geloof ik dat jij ook heel gelukkig nog kunt worden met iemand anders. Ja, dat geloof ik ook wel echt. Ik geloof absoluut in ware liefde, ja. Ik geloof er wel in. Ik heb gewoon een heel goed voorbeeld. Niet dat dat een soort van voorbestemd is. Ik geloof wel dat degene waar ik nu mee ben, dat ik daar voor altijd mee kan blijven. Ik ook. Maar ik denk wel dat er ook mensen zijn die er meer moeite mee hebben, gewoon van nature. Ik ben ook niet gestopt met zoeken naar een meisje, totdat ik dat meisje had gevonden. Zeg maar, je moet niet settelen voor minder. Of ik wil trouwen. Ik wil heel graag trouwen. Ja, ik heb een radiohuwelijk, telt dat ook? Ik zou het ook wel willen, maar niet om het trouwen. Nou, echt... oh. 1 en 1 is 2. Ik denk dat het iets meer een vrouwending is. Nou, ik vind dat eerlijk gezegd een hele moeilijke vraag, zou ik willen trouwen. Ik vind het iets heel moois. Ik zou echt willen trouwen. Ik zie jou ook helemaal trouwen. Maar ik ben ook bij zoveel bruiloften geweest, waarbij ik echt met kromme tenen zit te kijken. En ik weet niet, ik moet daar echt een enorme drempel nog over. En ik weet niet of ik ooit die drempel overga. Ik wil trouwen voor het feest.
Ik heb laatst eens gehoord hoe dat... duur een bruiloft is. Ja. Weet ik veel, 30.000 euro voor die dag, die jurk, je feest, dit en dat. Je zou ziek zijn op die dag. Nee, ik zou wel ooit willen trouwen, ja. Maar dat doe ik het al puur voor haar, want ik zeg je eerlijk niet aan. Ik was laatst op een Poolse bruiloft. Veel drinken, die begin al vroeg. Wat een feest, man. Dat weet ik, man. Het duurt gewoon 3 dagen, man. Ik zit wel op het punt, man. Ja? Jij moet het gaan vragen? Nou, ik moet niks. Maar ik wil het wel. Als mijn vriend op zijn knieën zou gaan, dan zou ik het echt... Ik bedoel, ik vind het ook wel wat moois hebben, maar ik heb gewoon niet dat sprookjesbeeld of zo. Die hele ring, dat... Ja, het doet me niet zoveel. Ik wil wel binnen nu en misschien wel binnen nu en een jaar wil ik haar wel vragen. Nee, voorlopig niet hoor.